Nee hoor, ik ga geen man daten die niets voor me kan betekenen. En als sommige mannen ook naar me toe stappen en ik vraag je bijvoorbeeld, wat doe je voor werk? En je kan me zeggen, ik ben bijvoorbeeld... Mensen gaan me echt kwalijk nemen, but I don't care. Check. Dit is hoe het werkt in Gilly's Loveline. Ik kom iemand tegen op het internet of in levende lijven en ik denk, wat een interessant, leuk persoon. Die kan misschien een bijdrage leveren aan mijn missie. En wat is mijn missie? De liefde beter doorgronden door persoonlijke ervaringen en verhalen. En dan begin ik te stalken. Hè? Via DM, social media of via een andere weg. Nomo om ze hier te krijgen. En check, I did it again. Want naast mij zit een leuke ready dame, Anna. Oftewel tall girl. Oftewel de leukste Surinaamse werkeloze vrouw. Ja. Welkom in Gilly's Loveline. Welkom in Gilly's Loveline. Dankjewel. En misschien denk je, zomaar noemt hij die vrouw gewoon zo'n werkeloze vrouw. Ik baseer dat op die leuke filmpjes van je. En onder andere het thema is dat je ja, de life of een werkeloze vrouw, toch? Ja, eigenlijk. Ja, laat zien. Wat voor reactie krijg je daarop? Mensen denken dat het echt zo is. Mensen vallen me soms aan. Vrouwen kijken me soms vies aan. Uh-huh. Ze vragen welk voorbeeld ik geef. Weet je wat ik leuk vind? Jij zegt mensen denken soms dat het echt zo is. Want wat duidelijk is, je hebt een goede dosis humor en sarcasme in je filmpjes. Dat is iets wat ik gelijk heb herkend. Dat is het doel. Ja, het is gewoon humor en sarcasme. En meer dan 60% berust niet op de waarheid. Maar ik denk dat sommige vrouwen ook kijken en denken van, boy, die Libby wil ik, boy, zo lekker. Ja, dat willen ze werkelijk, maar ze gaan natuurlijk doen alsof ze dat niet willen. Ja. Zogenaamd Miss Independent. Ik werk hard voor mijn geld hoor. Mijn man, ik vraag mijn man niet te komen. Ja. En ik ben inderdaad ook zo, mm-hmm. Maar ik laat dat niet zien. Oké, ja. Dus het is meer eigenlijk een gimmick. Klopt, wat je ja, laat zien. Klopt. Oké. En al was het zo, no judgment. Precies dat, want als ja. ik dat had, zou ik ja. ja. Ik zou er gewoon van genieten. Maar die humor en sarcasme, is dat iets wat je altijd hebt gehad toen je naar school ging? Ja, ik was wel, toen ik op de lagere school zat, was ik echt rustig. Weet je dat ik dat dacht? Ja, pas op de middelschool begon ik het echt. Want dan was ik ook echt sarcastisch en dat alles. Ja. Begon ik een beetje op te vallen. Ja. Maar ik was wel altijd rustig hoor. Ik was niet iemand die echt druk deed of zo. Maar verlegen? Ik was af en toe grappig verlegen wel. Oh. Veel mensen geloven het niet, maar ik ben echt verlegen van nature. Ik zeg je eerlijk, ik dacht dat. En ik probeer, omdat ik me soms een bepaalde manier opstel, uh-huh. dat denkt men dat het niet zo is. Omdat ik eraan heb gewerkt uh-huh. om me anders op te stellen. Maar ik ben echt verlegen. Heel verlegen. Ja. Dus soms toch? Dan zie ik Beyoncé kruipen over het podium, bodysuit tot hier. Sex, maar zij blijkt heel erg verlegen te zijn. Ja, bijna min of een briebeek, maar ik geloof er wel. Ja. Maar hoe heb je dan die decade gehad? Want Anna, Tall Girl, is een populaire vlogger van Suriname. Een van de populairste, misschien de populairste zelf. Nee, niet de populairste. Neem die granny gewoon even de populairste. Je doet het goed. Dank je wel. Je doet het goed. Van Suriname, ze maakt leuke vlogfilmpjes. En als ik naar influencers kijk, denk ik altijd van, je maakt nu om in filmpjes, bijna dagelijks of daadwerkelijk dagelijks. Bijna dagelijks, ja. Je bent in ieder geval dagelijks te zien voor wie het wil zien op social media. Klopt, ja. Met filmpjes. Maar dan denk ik altijd aan het eerste filmpje dat je hebt opgenomen. Waar is die decade gekomen dat je hebt gezegd van, ik ga vloggen en ik post het en wat je ervan vindt, nice zaak. Dus het is eigenlijk niet eens zo gegaan. Ik heb het niet met een bepaald doel gedaan. Ik was gewoon... Ik ging door bepaalde dingen heen. Postnatale depressie. Er was ook lockdown. Ik was al op TikTok, maar ik postte niets. Omdat ik niet durfde. Ik dacht ook van, zomaar. Maar je wilde wel al? Ik wilde gewoon, omdat ik vaak eten haalde. En ik wilde dat gewoon posten. Meer eten en dingen die ik deed. Plekken die ik bezocht. En ik ben begonnen met volgens mij... Een video, volgens mij, ik heb het volgens mij verwijderd als ik het goed heb. Mijn eerste video was eentje waar ik jarig was of zo, het eten en zo bij elkaar, foto's bij elkaar, something like that. Yeah. En daarna begon ik eten te posten en op een gegeven moment had ik een video gepost die ging over een zogenaamde smamang relatie. Oh, smamang? Zonder een mannelijke stem. Dus toen had ik mijn broer nog niet in mind. En daarna, toen ik zag dat dat echt ging, yeah. ja,
Ja, ben ik gewoon door hem meegegaan. Oké. Je hebt een filmpje gemaakt over andermans... Ja, dus zogenaamd wilde ik een foto maken met die smamang. Hij had me allang beloofd, maar hij had me gewoon voor de gek. Dus gelijk al controversieel eigenlijk voor Surinaamse begrippen. Dat gebeuren, ja. Ja. Dus die vrouwen die maar niet in jouw leven? In het verleden heb ik wel, maar ik ben veranderd. Ja, je bent veranderd? Oké. Maar je zei wat belangrijks daar. Ja. Het komt dus voort uit een depressie die je had. Klopt, na de bevalling van mijn tweede zoon had ik postnatale depressie. Ja. En sinds mijn bevalling zei die verpleegster maar dat ik op mezelf moet letten. Want na mijn bevalling begon ik plotseling te huilen. Ah. Ik kon het gewoon niet stappen. En niet dat ik verdrietig was of zo, maar die tranen bleven komen. Mm-hmm. En ze zei me, vrouwen die meestal zomaar huilen, zonder reden huilen na de bevalling, ze hebben dan last van depressie na een paar maanden. En werkelijk. Dus ik moest echt daardoor heen, een break-up. En ik baalde. Niet dat ik rock bottom, dat niet. Maar ik was echt vaak down. Ik voelde me rot. Ik had gewoon geen zin in sommige dingen. En ik was gewoon thuis. Ik ben wel iemand, ik kan niet lang depressief zijn of lang verdrietig zijn, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Depressie heb je niet in de hand. Mm-hmm. Maar ik wilde niet gewoon erbij zitten, bij de pakken neerzitten en mezelf, verwaarloos of zo laten. Oh, je had wel de kracht om te herkennen van ik wil hieruit. Ja, ik wilde gewoon weer eruit. Ik wilde gewoon weer mezelf zijn en bovenop komen. En dat heb ik ook gedaan. Ja. Ik had ook een tijdje, een therapeut. Vertelde me wat ik kan doen, afleiding. Ja. Een nichtje van me die ook door hetzelfde heen ging. Zo vertelden we elkaar wat we deden. Zij vertelde me van, ze leest. Of ze kijkt naar zulke filmpjes of zulke video's. Mm-hmm. En datzelfde ben ik ook gaan doen. Mm-hmm. En dat heeft geholpen. Oké. Heeft wel geholpen. Gelukkig was het niet zo erg bij mij. Dus dat heeft geholpen, maar ook filmpjes maken. Op een gegeven moment was de focus wel daarop. Ja. Maar dan moest je moest me zien elke avond met mijn ringlight. Die dingen sloegen als ik nu terugkijk, denk ik van, wat deed ik? Maar dan zette ik met mijn ringlight en alles en ik ging zitten en ik deed wat. Ja. Of ik zat gewoon te eten, iets geks. Ja. En nu kijk ik terug en ik denk van, wat deed ik? Waar was ik bezig? Ik was gewoon belachelijk. Maar en tot nu toe, als ik sommige video's post, denk ik echt van, soms heb ik een video die ik niet eens leuk vind. Ja. En daar gaat het echt. Mensen vinden het leuk. En dan denk ik van, ik had dat niet verwacht, want het is gewoon een snelle, gekke video. Ja. Nee, het is maar loba selfie, maar dus eigenlijk iets negatiefs, tjauwan boem. Klopt. Oké. Ja. Ik vind het leuk dat je het aanhaalt. Het is vaker in de show voorbij gekomen. Ik heb veel vrouwen die hier komen aanschuiven. En dan vaak postnatale depressie wat voorbij komt. Ja, komt vaak voorbij. Ja. En vooral in onze gemeenschap. Klopt. Wordt misschien niet heel veel over gesproken. Nee. Voor sommige mensen is het een taboe, want ik kan me nog heugen, toen ik er doorheen ging, ik ben gewoon open. Mm. Mensen die close zijn gaan weten wat er gaande is. Mm. En ik schaam me niet om over sommige dingen te praten. Is wie ik ben, wat ik was of wat ik heb meegemaakt. Ja. En ik zei, sommige mensen waren gewoon ach meisje, dan stress jij, hè? Stel je aan. Mm-hmm. Terwijl het iets is dat echt is. Ja. Het is niet dat ik gewoon zogenaamd medelijden zag of whatever wat. Het was gewoon iets waardoor ik echt ging. Ja. En ik weet dat er ergere vormen zijn. Vrouwen die zichzelf gewoon vakant willen maken of zelf vakant hebben gemaakt. Mm. Of hun kind pijn doen. Maar gelukkig was het bij mij niet zo. Bij mij was het meer, ik had steeds schuldgevoelens. Bepaalde gedachten kwamen in me op van, ik wil dit zo. Of ik stresste steeds om domme dingen. Gewoon domme dingen die niet eens belangrijk waren. Ja. Dus dat was het meer bij mij. Echt piekeren erover. Ja, piekeren over domme dingen. Ik voelde me steeds schuldig over sommige dingen. Van, moet ik dit zo doen? Of nee, ik ben geen goede moeder. Je voelde je schuldig over het gevoel dat je, voor je kind had? Klopt, ja. Of het gebrek daaraan? Eén ding wat ik altijd tegen mezelf zei, ik wil net het invloed heeft op mijn kind. Ja. Ondanks ik me soms rot voelde en misschien als mijn zoontje echt aan het huilen was, dacht ik soms echt van, het werd gewoon te veel. Ik ging gewoon onder de douche staan of zo. Mm-hmm. Ik had die momenten en mensen die me goed kennen weten het. Ik heb er gewoon over gesproken. Ja. Maar het was niet zo erg dat ik het afreageerde op mijn kind. En ik ben ook blij. Ik zei mezelf ook steeds van, het moet niet zo ver komen. Ja. Dat ik iets met mijn kind doe. En daarom judge ik sommige mensen ook niet. Want er was ook een tijdje iets waarbij een vrouw een kind uit de auto had gegooid of zo. En mensen, hier in Suriname? Ja. Oh ja, klopt. Dit is niet lang geleden, toch? Ja, het was een jaar of twee, ik weet niet meer. Aha. En mensen waren eigenlijk, ze is gek, ze verdient geen moeder te zijn, maar mensen weten. Maar jij moest gelijk denken van, er is iets aan de hand met die vrouw. Ja, het kan dat die vrouw depressief is, heeft heel veel problemen en alles tegelijk op haar afkomt. En je weet, daarom judge ik niet meestal. Je gaat niet direct een mening geven. Ja. Ik ga eerst kijken wat de situatie werkelijk is. Want je hebt inderdaad gekke mensen die gewoon zoiets zouden doen, maar ik ga niet direct iets zeggen van, oh nee, ze is gek. Of hoe kan ze dat doen? Ze is slecht of nee. Mm-hmm. Omdat ik weet dat er meer erachter kan zijn. Ja. Hoe leer je dat nu kennen? Ja. En het gaat gelijk de diepte in. Want zoals je zei, mensen zullen misschien denken, kijken naar je filmpjes. Mensen weten dat niet over me. Ze houdt van smamang. Ze denken echt gewoon, ze heeft een perfect leven. Ik heb heel veel Een vooroordeel van mij. Ik kijk naar jou en ik denk,
Achindis moes pori. Ze is verwend. Ik ben wel verwend. Hoe verwend ben je? Oh, maar dat is gewoon waar. Dat is wel waar. Ik hou ervan om het naar mijn zin te krijgen. Ja, als ik ben iemand, ik ben kritisch naar mezelf toe. Ik weet wat mijn minpunten, zo'n beetje wel wat mijn minpunten zijn. Misschien niet allemaal, maar de meeste ken ik wel. Ik ben koppig. Ik hou ervan om het naar mijn zin te krijgen. Maar daartegenover ben ik ook heel lief, behulpzaam. Ja. Mensen die me goed kennen weten dat. Ik ga altijd klaarstaan. Ik ga altijd. Ik ben niet gierig. Ja. Ik ben niet gierig. Maar ik ben ook krakerig soms. Oké, je weet van jezelf precies wat je flaws zijn en je pluspunten. Dus als je met me bemoeit, ga je soms echt geduld met me moeten hebben. Yeah. Want ik ben soms echt moeilijk. Yeah. Ik geef het toe, ik ben soms echt moeilijk. Dus je waardeert die mensen extra die met jou besluiten om te gaan, omdat je weet van... Ze kunnen altijd, omdat je met me deelt, met me rammel deelt. Vind je van jezelf dat je niet de makkelijkste bent? Soms. Soms wel, soms niet. Het hangt ervan af, Okay. Soms ben ik heel flexibel, heel, you know, spontaan. Ja. Dat wel. En dan heb ik weer momenten waar ik echt teruggetrokken ben, een beetje, you know. Ja. Niet spontaan ben. Ja. Ja. Hey, ik leer je al kennen. Ja. Ik wil je nog beter leren kennen. Ik wil dat wij je gaan leren kennen, die leuke dame van die vlogfilmpjes. In ieder geval, je bent niet per se een fan van Smamang. Het is just gewoon leuke filmpjes die je maakt. Mensen dachten dat het mijn situatie was, dat ik dat nadeed. En sommige mensen, ik weet, volgens mij iemand die mijn broer kende, maakte zelfs ruzie met hem dat het over haar ging. Oh, oké. Wow. Gewoon iemand die hij kende, ik weet. En dan heb je hem ook nog gebruikt voor een soort of voice-over. Ja, dat het niet eens was. Het probleem met jou, ik zit gewoon thuis, er komt iets in me op. Ja. En nee, leuk. En in het verleden heb ik wel gekletst met, you know. Ja, ja, ja. Maar dat was toen ik echt single was. Maar het was ook nooit iets serieus. Want voor mij, ik weet voor een feit van, als ik met iemand ga kletsen die een relatie heeft, dat gaat nooit iets worden. Ja, je hebt niet het idee, met deze man ga ik eindigen. Ik ga dat nooit doen. Ja. Weet je, dus dat was het gewoon. Het was nooit iets serieus. Want leek van je vinden, dan zou je lasting. Precies, dus daarom heb ik het nooit op die manier. Vooral niet zo, wat ik liet zien. Ja. Het waren meer situaties die, dus van mensen die ik... Heb dus niet mensen die ik ken, maar dingen die ik heb gehoord of heb gelezen. Ja. Of je hebt je laten inspireren door wat om je heen gebeurt. Ja, en ook soms gewoon dingen die in me opkomen. Soms heb ik zitten gewoon en er komt iets in me op en denk van, dit moet ik doen. Of een beetje zo'n scène of zo. Ja. En dan doe ik het gewoon. Maar dan nu, hè, je zei ik was single en al dat soort dingen. Maar nu is het duidelijk als ik naar je filmpjes kijk, je bent twee leuke jongetjes. Ja. En je promoot ook je man waarvoor je niet kookt. Tenminste, je promoot hoe je niet voor hem kookt. Hij is een gezonde man. Hij moet noedels eten, toch? Ja, noedels. Ik heb nooit noedels gegeten. Maar dat laat jouw humor zien dat je denkt, is dat zo? Ja, klopt. Ik ga en mensen die zich echt gaan ergeren. Ik geniet er wel van, hoor. Hey, maar Stranama zijn de leukste mensen als het, ze gaan reageren. Klopt, in ieder geval. Positief of negatief. Gaan zich getriggerd voelen, ja. En ik zeg altijd, als je dan ervoor kiest om video's te posten, wees blij dat iemand reageert. Klopt, want geen reacties dat je denkt van, voor wie doe ik dit eigenlijk? Precies. Maar dan heb je een groep die echt ervan houdt. Dan heb je een groep die gewoon iets heeft van... Hoe kan ze zo denken? Hoe kan ze zo leven? Ze denken dat dat het leven is. Ze denken en dat guess het what? Is. Beide zijn fans. Precies dat. En daarom blijf ik het gewoon doen. Ja, daarom blijf ik het gewoon doen. Die anderen weten niet eens dat ze fan van je zijn, maar ze zijn ook fans. Ja, ze weten, ze hebben het niet eens door. Ik zei het al, ik wilde je beter leren kennen, dus ik ga je een paar vragen stellen. Oké. Okay. En je moet ze dan eerlijk beantwoorden. Of laat maar zo zeggen, niets moet, maar het zou je sieren als je ze beantwoordt als Anna... / tall girl, / de leukste Surinaamse werkeloze vrouw op het internet. Oké, ik ga proberen zo mogelijk te doen. Hou het dicht bij je, gewoon wat het beste bij je past. Okay. Verkeerd antwoord bestaat niet, want het is Anna. In een relatie kan ik een beetje gek zijn. Mm-hmm. Ik kan een beetje jaloers zijn. Mm-hmm. Ik kan een beetje naïef zijn. Of ik kan een beetje egoïstisch zijn. Welke past het beste bij jou? Gek in een relatie, jaloers in een relatie, naïef in een relatie? Vroeger. Vroeger? Toen ik jonger was, was ik echt dom, kon ik echt dom jaloers zijn. Ja? Want geef een voorbeeld van je gekkigheid in een relatie. Vroeger. En ik ben... Ik heb geen idee. Vroeger, hè. Ik ga een voorbeeld geven. Maar dan mijn voorbeelden. Mijn ex, hè. Die gaat weten dat ik het over hem heb. Sorry. Hij weet precies dat dit nu over hem gaat. Bijvoorbeeld, hij deed al, als hij me iets liet zien, van hey, kijk zo'n video. En ik zou die telefoon zelf willen houden. Hij ging niet vreemd te gaan. Ja, ik heb hem nooit betrapt. Hij was niet, you know. Maar voor mij, als ik met je ben en je houdt je telefoon. En ik zeg van, ik wil het nemen. En je houdt het, want waarom mag ik het niet houden? Ga ik je al verdenken. Zo erg was ik. Nee, ik ga me niet druk maken. Ik ga natuurlijk wel zeggen van, oké. Je doet geheimzinnig, of, you know. Maar ik ga niet ruzie maken. Ik denk nu anders over heel wat dingen.
En toen had ik gewoon... Ik heb hem gewoon gedumpt daarvoor, dus voor een tijdje. Je hebt hem gedumpt daarvoor, ja, omdat hij zijn telefoon niet aan jou wil overdragen. Iets te toen, in mijn hoofd heb je iets te verbergen. Ik mag sommige dingen niet zien, maar laat ik gewoon iets aan mijn telefoon zien. Ja. Waarom wil je mijn telefoon zien? Ja. En daar was het al, dat was genoeg voor mij. Okay. Want dat is, je hebt dingen maar mag het ook bij jou worden gedaan? Ja, mag als ik je telefoon zien? Ben ik open. Oh, ja? Ben ik echt open, ik geef je mijn wachtwoord als je wil. Natuurlijk ga ik het niet accepteren als je me steeds mijn telefoon vraagt om in mijn telefoon te gaan dieken. Ja, voor wat? En dan ben je ook nog, je telefoon is ook nog je libie. Klopt. Het heeft geen zin dat we in een relatie zijn als er geen vertrouwen is. Okay. Maar ik ben gewoon open als ik in een relatie ben. Ik ga maar dat gewoon... is vandaag de dag waar je naartoe bent gegroeid. Ja, klopt. Want vroeger was ik sommige dingen denk ik echt terug van. Een voorbeeld bijvoorbeeld, ik was zo verwend. Like, ik heb wel een beetje eraan gewerkt hoor. Ik lustte Fernandes. Dat was heel like, jaren terug, misschien 12 jaar terug of zo. Mm-hmm. Ik had nog geen kinderen. En dezelfde ex, ik was bij hem thuis en het was heet. En ik lustte gele Fernandes volgens mij. Is dat gele? Nee, ik lustte die ginger, die cream ginger. Oké. Okay. En ik ging naar de winkel. Awansa, voordat je drinkt begin ik te hoesten. Voordat ik drink, hoest ik. Die. Maar die vind jij dus lekker. Nee. Ja, maar ik hoor van soms. Ik hou ervan hoe het veel gas heeft. Juist, die gas laat me hoesten. Dus ik stuur hem dat te halen. En hij komt terug met de gele. En ik zei hem, dit wilde ik niet. Hoe durfde hij? En voordat hij ging, had hij ook al moeite. Met veel moeite is hij gaan. Want ik vond de zon is fel, dat. En ik zei hem, van die winkel is vlak hier, ik ga even lopen. En ik klaagde, en ik ben ook iemand, als ik je iets vraag en dat gaat, zo hoef ik het niet meer. Yeah. Dus dat had alle voor gezorgd dat ik geen zin meer had in die Fernandes. Dus toen hij kwam, en ik kwam met de gele, heb ik die fles gewoon, heb die fles aan mijn gegeven, heb ik het gewoon op hem gegooid. Okay. Ik zweer, ik was echt, ik weet niet. Je was dat? Ik was boos. Zit er nog een beetje van dat in soms, je vandaag de dag? Ik ben wel gek. Ik verdenk je ervoor. Ik hou van fun in een relatie, ik ben gek, ik hou van grappen maken, lachen, dat alles. Maar als het op serieuze dingen aankomt, of als je denkt dat je me gaat disrespecten, of dat soort dingen, like, dan ga je wel die kant zien. Dan komt dat wel weer naar boven. Je naar koffie, no? Ja. Of je scheldt. Nee, oh. Ik heb boy gaan. Ernstig? Ik heb mannen geslagen. Ernstig? Ja, als ik boos ben, bijvoorbeeld heb je me gedisrespect. Ja. En ik ben echt boos en misschien zit ik nu hier met je en ik ben boos op je. Ja. Het is iets wat vaker is gebeurd bijvoorbeeld. Eerst de beste ding dat ik zie, pak ik en ik sla je ermee. Ik zweer, al kan ik niet tegen, ben ik niet tegen je opgewassen. Maar ik hoe jij zo lang ben ik zo kort. Doen. Hoe jij zo lang ben ik zo kort. Dat zie ik al als we in een relatie zouden zijn van je boy Jokromi aan je voet toe. Als ik echt opstaan en van hey. Echt zo kijken. Maar oké, je bent dus een beetje gek in relaties. Ja. Dat is de conclusie. Ik hou van gezelligheid, lachen. Als dat er niet is, heeft het geen zin. Oké. Durf je jezelf te bestempelen als een beetje toxic of niet? Oké, we laten het in het midden. We hebben het antwoord al gezien in je ogen. We hebben het in je ogen gezien, kijken, hè? We filmen. Soms. Anno erg. Deze. Ik ben niet de perfecte vrouw, maar als er één ding over mij gezegd moet worden, dan is het... Dat ik loyaal ben. Loyaal. Dat ik met mensen met wie ik close ben, ik heb hun rug altijd. Ik ga op me rekenen, als ik kan helpen, ga ik altijd helpen. Mm-hmm. Ik ga altijd klaarstaan, ik ga altijd hard voor mensen die mijn liefde showen, dus die daar voor me zijn en die het menen. Mm-hmm. Dus dat wel. Dus ook in een liefdesrelatie ja, ben je altijd loyaal en toegewijd? Ja, to the fullest. Zodra het ook van die kant uitkomt, ja, wat, mij, wat je geeft, dat krijg je terug. Stap je in een relatie, want jij zei net, een keer had ik iets met iemand die al in een relatie zat. Maar één keer. Ook meerdere keren. Mino actie, maar jij deelt het hier meerdere keren. Ik ben eerlijk, Ja. Graag, hey, het ga ziet je. Doen alsof hier. Het ziet je. Maar dan weet jij van, boy, dit is niet serieus hoor. Maar ben jij iemand die in een relatie stapt met de bedoeling om voor life te zijn? Nee, of je kijkt wat het is? Dus met iemand die alle relatie heeft? Nee, gewoon hoe vertrek jij vanuit het begin? Als je iemand leert kennen? Ja. Als je iemand leert kennen. Is dat echt van, oké, laten we kijken of deze potentie heeft om mee te zijn voor life? Vroeger. Of zeg je van, ik kijk wat het is? Ik zeg altijd van, ik kijk wat je het is. Je kijkt wel wat het is, oké. Ja, ik probeer altijd, als ik in een relatie stap of als ik iemand leer kennen, voor mij is belangrijk op dit moment, dus nu, is het belangrijk dat ik niets te verliezen heb, dat ik een leuke tijd heb, dat je me niet om in stress bezorgd en hoofdpijn geeft. Dat is belangrijk. En zodra dat er is, kunnen we gewoon verder gaan kijken wat het wordt. Even die, als ik niks te verliezen heb, wat bedoel je daarmee? Niet, als ik uit die relatie stap, moet ik geen spijt hebben van ik heb zoveel gespend. Oh, ik heb dat dit gedaan en ik tijd heb tijd en geld. Geld ook? Tijd en geld, ja. Want je bent niet man ben ik al van mijn man te verwennen. Okay. Like, als ik zie dat die man doet wat hij moet doen als man, ga je verrassen af en toe. En ik maak me grappen op TikTok en mijn man, dit, dat. Maar als het echt erop aankomt, hou ik ervan aan mijn man. You know, ik ben kering, ik ga klaarstaan. Oh, je hebt nog niet gegeten, oké, wat wil je eten? You know?
Ik kan koken, maar ik kan niet alles klaarmaken. Je kan wel koken? Ik kan wel koken, natuurlijk. Toch, soms kook ik voor mij. Hou je van koken? Maar dat nou wat trasambaka. Kook je graag? Ja, ik hou niet van voor mensen te koken. Ik weet, maar voor ik je man? Veel koken. Voor je man? Voor mijn man, als ik zin heb. Want als we ook een drukke dag hebben en dan is het soms like... Oké, hij praat geen Nederlands, hij praat Engels en Frans. Maar is hij soms van... Oh, hij praat Engels en Frans? Ja. Dat maak je takjes aan in de video. Ja, maar in elk geval, dan gaat hij bijvoorbeeld vragen van... Ga je thuis zetten, ik moet dit en dat gaan doen. Dan ga je koken in de tussenin. Laat nog. Yeah. En ik was like, what? En hij was like, ja, ik moet een band, want hij moest een band losmaken van die andere auto. En het gaan zoeken of weet ik veel wat. En hij zei, like, terwijl hij dat deed, dan kunnen we spullen even eerst gaan halen. Uh-huh. Dan wanneer hij dat doet, dan kan ik koken. En dan wanneer hij terug is, is het eten klaar. Toen zei hij, wat? Toen zei hij van, ja, dat kan je. Ik zeg, wat? Toen was hij like, stop playing. En ik was like, yes, you stop playing. We komen net terug. En dan vroeg hij dat ik nu in de keuken ga staan. Ik dacht, nee, ik ga eten voor je kopen, maak je niet druk. Ja, want ik ga echt niet staan koken na een trip of zo. Ja. Ja. Okay. Dus dat wel. Maar als ik echt vrij ben, gewoon niets te doen heb, zijn gewoon thuis, kan ik gewoon koken. En mijn man is niet moeilijk. Of niet mijn man, want ik ben niet getrouwd. Mijn schatje. Nou, maar je hart zegt je man, anders doe je niet zo. Ja, ik zeg met opzet mijn man op TikTok, omdat ik weet dat mensen... het niet leuk vinden. Ja. Want mensen vinden ook van pas wanneer je getrouwd bent met iemand, is het je man. Oh, mino de eens. Dat zeggen mensen soms. Ja. Maar ik zeg met opzet, mijn man dat, zodat mensen boos worden. Ja. En zijn mensen die zijn getrouwd en het is niet zijn man en het is niet zijn vrouw. Klopt, precies dat. Maar ik zeg met, want in het echt zeg ik niet, ik kan wel mijn grappen maken met mijn nichtjes, oh, mijn man is er. Ja. Maar like, in het echt is het gewoon like mijn vriend of mijn schatje. Ja, dat. Ja. Deze slechte eigenschap. Zou ik aan mezelf moeten veranderen als ik eerlijk ben? In een relatie. In een relatie. Of ben je, of zeg je van, er is heel weinig mis met mij. Er is veel. Niet veel, maar ik bedoel, als jij wel kleine dingen... Dus ten behoeve van je relatie? Kan werken. Ik ben bijvoorbeeld koppig, zoals ik eerder aangaf. Ik kan echt koppig zijn. Mm-hmm. En ik heb een sterke wil. Als ik heb gezegd, en ik ben trots, toch? Als ik, weet je wat het ding is van mij? Ik ben zelfstandig, toch? Mm-hmm. Ik zeg het, mijn vader heeft me altijd geleerd. Maakt niet uit als een man dit voor je wil doen, dat voor je wil doen. Hij wil je voor zorgen. Zorg ervoor dat je toch iets hebt om op terug te vallen. Ja. En dat soort dingen post ik niet. Maar ik post gewoon wat mensen liever boos maken. You know? Ja. Maar what gets the people going? Ja, want ik weet dat het ze gaat irriteren als ik zeg van, hey, nee, je moet niet werken. Werk is niet goed. Je moet op je man wachten om je geld te geven. Terwijl dat het niet is. Ja. Want ik ben niet rijk of zo, dat niet. Mm-hmm. Maar ik ben wel een levensgenieter. Ik heb gewoon iets van het leven scored. Mm-hmm. Ik wil geen spijt hebben wanneer ik ouder ben of iets hebben van, liever had ik dat gedaan, zo gedaan. Mm-hmm. Ik probeer natuurlijk een balans te vinden, juist. Een beetje te sparen, een beetje op te bouwen en te genieten ook. Mijn kinderen ook een leuke jeugd te geven, toch? En ik ben niet afhankelijk van mijn vriend. Hij verzorgt me niet, hij doet natuurlijk zijn deel. Hij geeft me op tijd geld, you know. Ik kan vrij bewegen, maar ik heb ook mijn eigen geld. Yeah. Dus als hij vandaag of morgen uit mijn leven gaat, gaat niets veranderen aan mijn leven. En dat blijf ik ook altijd tegen vrouwen zelf. Van, zorg ervoor dat je je eigen ding hebt. Mm-hmm. Want dat maakt niet uit als hij komt en hij doet meer voor je. Het is leuk, meegenomen. Maar als hij weggaat, zit je nog steeds goed. Maar de video's dat je mikt toe? Welke? Zorg ervoor dat je eigen ding hebt. Nee, dat is niet leuk. Dat zijn geen leuke video's. Ik ga ze niet opvoeden. Ze moeten zelf weten wat ze willen. Je gaat mensen niet opvoeden. Ze zijn volwassen genoeg. Nee. Ze moeten zelf weten wat ze willen. Ik ga ze dat zeggen, zodat ze denken dat dat het is. Maar dat ben ik in real life niet. En ik ben echt... Ik kan bazig zijn. Ja. Omdat ik gewoon iets heb van, ik heb mijn eigen ding. Ik hoef niet naar je pijpen te dansen. Ik kan bazig zijn. Ja. Echt waar. Like. Dus, dus ik heb gewoon iets van, ik ben niet afhankelijk van jou. Je gaat me niet komen zeggen hoe ik moet leven of wat ik moet doen, hoe ik het moet doen. Maar wacht, je zegt tot twee keer toe, ik ben niet afhankelijk van jou. Ik wil niet afhankelijk zijn van een man. Ja. Maar dan hoor ik dat we het vooral hebben over het financiële aspect. Ja. Maar ben je wel afhankelijk van hem voor de liefde? Voor die warmte, voor seks, nee, maar ook voor emotionele steun. Nee. Ook niet. Ik heb. Dus van wat gwitti da kan gwitti de, you're good. Tamara metro. Tamara metro. Nee, dus ik zie het. Dat zei ik. Ik ben heel veel veranderd als ik terugkijk naar mijn vorige relaties. Ja. Kijk, nu bijvoorbeeld. Dus ik ben echt heel veel veranderd. Want nu bijvoorbeeld. Kijk, het gaat goed, you know. En ik geniet van die momenten en dat alles. Uh-huh. Maar je moet niet denken dat als je nu iets uithaalt, dat ik ga zitten en stressen en nee. Uh-huh. Ik ga niet morgen direct in een relatie zijn, maar ik ga gewoon verder met mijn leven en gewoon genieten dat ik iemand leer kennen en I will move on. Ik ga niet daar blijven. Uh-huh. Of dat je denkt dat je me op passie gaat zetten of nee. Maar? Ik verwacht altijd het ergste. Je was toch toegewijd?
Ja, dat wel. Maar je wel, kan maar ook dat, tegelijkertijd snel zeggen van, hé, mijn man, later weer. Ik kan van je houden. Ja. Ik kan echt gek op je zijn. Ik kan van je houden, 10.000% van je houden. Mm. Maar het moment je iets uithaalt, wat eigenlijk niet acceptabel is, ga ik het natuurlijk voelen. Ga even verdrietig over zijn, misschien een dagje. Ja. En dan ga ik met mezelf praten van, Anna, nee. Dit, dat. Ik wil niet deze persoon zijn. Ik wil niet stressen aan mijn man. Ik wil niet... En dat ben ik nu. Mm-hmm. Vroeger zou ik misschien een paar dagen huilen, kree, naar Oslo, thuis blijven, niets doen, even niet eten. Nee. Nu niet. Ik ga verdrietig zijn. Dat. Ik ga niet om mijn... Ik zal zeggen bad bitch. Ik ga niet stoer komen doen hier. Ja. Ik ga natuurlijk gek het voelen, want ik ga die persoon missen. Oh, hier in de show kunnen we gewoon bad bitch zeggen. Oké, okay, ja, ik ga niet doen alsof ik dat ben. Mm-hmm. Want ik heb gevoelens en ik ben echt, eerlijk gezegd, ik ben echt zacht, ik ben echt gevoelig. Ja. En omdat ik dat ben, probeer ik mezelf te beschermen. En dat is het bij mij. Ik ben echt heel gevoelig. Ik huil makkelijk, ik huil echt snel. Ja. Ik heb ook snel medelijden. Dat zeg ik, ik voel mee met mensen. Als iemand misschien verdriet heeft of pijn, dan ga ik, you know, ik huil makkelijk. En daarom, sommige situaties probeer ik te vermijden, zodat ik niet ermee hoef te delen. Ja. Maar ik ben, als ik zie dat je alles geeft, alles erin stapt, doe ik hetzelfde. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen dat wanneer je twee letter uithaalt, dat ik ga blijven. Als je me disrespect, dat ik ga blijven. Want dan weet ik van, nee, dit is niet goed voor me. Juist. Dus dan ben ik niet meer toegewijd, nee. Mm-hmm. Wanneer je me reden geeft om niet meer te blijven. En dan vooral als ik ook zie van, ik probeer het goed te maken. Ik probeer een manier, een oplossing te vinden om het toch te laten werken. En van jouw kant komt er niks uit. Ja. Ga ik eruit. Ik ga niet blijven forceren. Terwijl het van één kant maar komt. Dus dat bedoel ik. Met toegewijd bedoel ik, ik ga wel sowieso alles geven. Maar het moet ook van jouw kant uitkomen. Juist. En als er een ruzie of iets is, oneenigheid, moeten we het kunnen uitpraten. Mm-hmm. Zodat we, maar als het van mijn kant alleen komt, ik praat met je van, hey, kijk, sorry, ik heb dit, dat gedaan. Ik moest het niet zo doen, want dat heb ik wel. Ik kan wel de bigger person zijn. Yeah. Soms misschien niet direct. Ik wilde net vragen, direct? Niet direct. Of soms denk ik even misschien een dag en ik denk van, nee. Ik hoef dat want niet je bent zeggen. Ook trots. Klopt, ja. Dus precies dat. Dan ga ik gewoon iets hebben van, nee hoor, laat hij blijven voor. Ik ga dit niet doen, ik ga dat niet doen. Maar uiteindelijk, na een dag of zo, ga ik gewoon iets hebben van, nee. Weet je dat trots gewoon voor kan zorgen? Klopt. Dus in een relatie. Dus jouw bamboe man of jouw bamboe vrouw. En dat trots ervoor kan zorgen dat Assa en Bos zomaar. Ja, is waar. En mijn vriend nu, hij is ook trots. Ja, en soms is het een probleem. Van je is dat no-no day op Trobby. Nee, we hebben geen ruzie. Ik zo kan bellen. Zo breng ik je energie in de lucht. We hebben geen ruzie. Het is oké. Okay. En als we ruzie hebben, als we ruzie hebben, dan koop ik een ticket voor hem. Ja, naar Blokland. Nee, hij is gewoon op de blok op alles. Blokland gewoon, ja. Hoe ziet het eruit dan, Anna of Tall Girl die... Anna, toch? Hoe ziet het eruit wanneer jij het goed maakt? Hoe maak jij het goed? Is dat communicatie? Is dat verleiden? Nee, ik heb dat nooit gedaan. Nooit verleiden. In deze relatie niet. Nooit verleiden. Meestal komt hij het eerst goed maken. Dus is het ook? Dat zeg ik, ik ben trots, maar wanneer hij het goed kan maken... Ja, je hebt gelijk. Ja, ik zei van, ja, je hebt gelijk. Ik moest dit niet hebben gezegd. Dus maar je wacht tot hij... Ja, meestal wel. Meestal tot nu toe wel. Want hij is meestal wel fout. Ja, hij is meestal wel fout. Misschien niet hij iets gedaan, maar dan ga ik het verergeren. Ja. Dus dan ga ik hem misschien aangeven van, hey, maar in jouw hoofd is boos, het... ik moest dit in jouw doen. Hoofd is hij altijd de bron. Als je boos bent, ga ik met opzet dingen doen om je bozer te maken. Dus dat heb ik wel. Dus daar gaat het meestal mis. Dan wordt hij bozer en dan word ik ook boos uiteindelijk. Ja. En dan zijn we twee boze mensen. En dan. Okay. Maar om mijn vraag te beantwoorden, de manier voor jou om het goed te maken is dat hij het goed maakt. Dat meestal is het antwoord. Maakt tot nu toe met hem wel. Jij maakt het meestal goed. Of ik ga met opzet iets doen. Ik ga iets waardoor status hij... zetten. Wat ga je doen? Dat hij alleen kan zien. Ja. Waarop ik weet dat hij me gaat bellen. Oh, dat doe je nu. Oh, zo is het nu. Of soms ga ik gewoon appen van... Of ik ga hem gewoon bellen. Het kan wel dat ik hem bel. Dus hebben we ruzie, ik kan bellen van... dus je mist me niet, dus al die tijd. Of, you know, something like that. En dan gaan we gewoon beginnen te lachen over iets geks. Of dat wel. Okay. Of we gaan gewoon praten over iets misschien wat ik voor hem moest doen. Of iets wat ik voor hem moest regelen of omgekeerd. Ja. En dan ga ik gewoon daarover praten. En uiteindelijk maken we gewoon grappen. Komt dat goed? En dan zijn we het weer goed gemaakt. Ja. Maar nergens, Anna Etak, hey, sorry. Omdat ik tot nu toe nooit echt fout ben geweest. Okay. Ja. Moet nog gebeuren. Nog nooit. Echt. Dat het dus mijn schuld is dat het mis is gegaan. Ja. Oké. Het type persoon waarmee ik echt niet kan en die ver weg van mij moet blijven, is... Mijn ex. Oh, je ex? Ja, hij weet wie hij is. Ik denk jij gaat zeggen,
een jaloers, een narcist. Narcist is sowieso, want ik heb daarmee gedeeld. Mijn ex. Maar mijn ex, hij weet hij weg blijven. Okay. Extra, maar ja. Hij weet wie hij is. Mm. Oké. Okay. Proef als trauma. Het is een trauma, het is een schorpioen. Er is... Oh! Ik zweer, ik om hem deed ik geen schorpioen meer. Je moet lef hebben horen met een schorpioen. Ik heb geen problemen met die vrouwelijke schorpioenen. Want ik heb een negatieve. Vrouwelijke schorpioenen niet? Ze zijn oké, okay, ja. Dat zijn oké? Okay. Tegen mij, ik weet niet hoe ze zijn in relaties, maar vriendschap en zo vind ik top. Maar mannen tot nu toe, alle schorpioenen die ik heb gekend en ook mensen die ik ken die schorpioenen hebben gedate, hebben slechte ervaringen. Waarom is het moeilijk om met een mannelijke schorpioen te gaan? Kenmerken, jaloers, dom jaloers. Dom jaloers. Mijn ex bijvoorbeeld was onzeker en ik kan niet met een onzekere man zijn. Onzeker in de zin van wanneer we uitgingen. Ja, kijk naar jou, kijk naar mij. Wat gaan mensen denken? Jij ziet er zo goed uit. En dat. Oh. Of als mannen naar me keken, bijvoorbeeld bij de winkel, ik stap uit om even bij het blijven in de auto. Ja, zag je niet die mannen naar je keken? Kwam te vaak zo draag. Oh, en dat constant alleen. Al heb ik dit aan. Ik bedoel, ik kan toch niet helpen als mensen me shape zien of whatever wat. Ja. En dat was het steeds op een gegeven moment. Ja. Ja. Dom jaloers. Ja. Egoïstisch? Dat ook. Ja. Want soms ben ik ben mens en ik ga toegeven, soms kan ik egoïstisch zijn. Maar als ik mezelf erop betrap, dat, you know. Maar ergens was er iets aan die ex dat jij wel leuk vond. In het begin was hij heel gentle. Ik ga niet jokken. Hij was gentle. Hij was like, wauw. Maar dan leerde je hem kennen? Ja, en toen ging het mis. Oké. Okay. Want hij deelde ook met zijn werkdrama en een ex die voor hem vreemd ging met een kleine jongen. En geloof dat ik niet hierover praat. Hij gaat zich zo verkocht voelen, maar is niet erg. Nee, maar hoeft ook niet, want een ex... Ja, ik ben niet per se een fan van ex-files. Ja. Het is een ex om een reden. Maar ik wil geen schorpioenen. Daar ging het om. Ja. Je ex zei je, maar dus je hebt ook trauma met schorpioen. Ga je nooit meer doen. Mannelijke schorpioen zei je specifiek. Dat geeft me nog hoop voor de vrouwelijke schorpioen. Ja, vrouwelijke schorpioen. Dus ik ben blij dat je het hebt bedacht. Oké. Oké, oké. Okay. Gelukkig. Ja. Kies hieruit. Dit is een bad habit. I know, maar ik ben niet van plannen te veranderen. Verwend, mijn verwend gedrag. Je verwend gedrag. Ik hou van hem met mijn zin te krijgen. Ik hou van hem bediend te worden. Ik hou van hem, you know. Ja. Ja, en je verdient het ook volgens jou. Ja, omdat ik gewoon iets heb van... Soms hou ik gewoon ervan om te zitten en dingen moeten gedaan worden voor mijn lijf. Ik hou van gemak. Ik ben kan gemakzuchtig zijn. Ja. Maar dan ben ik ook bereid om, bijvoorbeeld, ik hou van een makkelijk leven. Ik hou ervan om achterover te zitten en gewoon te zeggen van, en ik ga het niet veranderen. Maakt niet uit wat of hoe, ik ga het niet veranderen. Mm-hmm. Omdat ik gewoon iets heb van, ik verdien het. Bijvoorbeeld, soms heb ik gewoon iets van, nee, ik werk hard genoeg om dit te kunnen verdienen of dit te permitteren. Ja. Bijvoorbeeld, waar ik woon is niet groot, dus het appartementje is niet groot. Uh-huh. Dus ik kan het in mijn eentje schoonmaken en soms doe ik dat ook. Ja. Maar soms heb ik gewoon momenten van, schoonmaakster. Ja, ja, ik ga niet zelf schoonmaakster in. Okay. Ik wil dat niet doen. Je houdt van gemak, dat wel. Of, mijn broer woont op Flora, ik woon op Noord. En ik heb een auto. En soms ben ik gewoon hey, waar ben je? Kan je twee stukken wash me brengen? Ik zweer. Wat Flora naar Noord. En hij doet dat, want ik geef hem zo best in de Want hij is met je opgegroeid, hij kent zijn poriën. Maar hij weet ook dat hij niets te verliezen heeft. Want dat zei ik, ga je sowieso niet dat van je verwachten en niets voor je terug doen. Ik geef je benzine geld, ik geef je lekkers. Ja. Maar ik wil mijn zin, ik wil mijn behoeften bevredigen. Dus dat die, is belangrijk voor mij. Die 30 SID wash of hoeveel het vandaag de dag wordt. Eigenlijk kost het je 100 SID. Meer dan dat zelf. Als ik het echt lust, heb ik het ervoor over. Ja, ja. Ik kan alles eraan doen. Als ik echt iets wil eten, ga ik alles ervoor doen eraan doen om het te krijgen. Ja. Maakt niet uit. Je kent je waarde. Ja, precies dat. En zo, ik zeg altijd liever verwende verwaarloos, want ik kon vroeger niet met verwende mensen, verwende vrouwen specifiek. Dus hoe jij het omschrijft, toch? Maar tegelijkertijd kan ik ook, hoe moet ik het zeggen, ik ben heel eenvoudig. Mm-hmm. Maar dan heb ik weer momenten toch wel. Waar ik... Ja, mensen die me kennen weten, ik hou van eenvoudige dingen ook. Bijvoorbeeld, ik ga gewoon een rijst ei eten, gebakken ei eten. Ja, is lekker. Bewezen van praten. Ik ben dat. Maar soms heb ik momenten waar ik gewoon iets heb van, nee, vandaag lust ik dit. En ik wil dit, ik ga dit eten. Yeah. Dus dat heb ik wel. Als ik zeg, ik ga dit doen of ik wil dit doen, ga ik het ook doen. Yeah. Maakt niet uit wat ik allemaal moet doen om het te krijgen. Ik bedoel hoeveel ik moet betalen of wat dan ook. Ik ga het Als je in staat bent om het dat te fixen, ook kom. En ik stel, hoe moet ik het zeggen, ik neem geen genoegen met minder. Ik heb eisen en ik heb gewoon iets als je niet eraan kan voldoen. Bye. Oké. You know? Ja, dus dat wel. En ik heb gewoon iets, ik ga dat nooit veranderen. Klinkt goed. Ja, ik ben altijd gewoon mezelf. Je bent gewoon jezelf. En ik ga niet iemand anders proberen te zijn dat niet kunnen
you know, behouden. Om iemand te kunnen... Klopt, ik heb het nooit gedaan. Okay. Ik ben zoals ik ben. Natuurlijk, slechte eigenschappen bijvoorbeeld, heb ik misschien iets waaraan ik kan werken of moet werken, zou ik wel eraan kunnen werken om die relatie te laten werken. Ja. Maar niet dat ik mezelf ga veranderen, dus wie ik zelf ben. Ja. Maar misschien een bad habit, misschien kan ik minder pori doen, minder verwend doen, minder koppig proberen te zijn. Af en toe ook proberen te luisteren naar je en ook proberen je een beetje te laten leiden, want dat sowieso ook al van als een man leidt. Maar je gaat geen leider voor me komen spelen dat... Ik bedoel, je hebt geleid, sommige mannen, ze zijn bazig. Ja. Ze zijn bazig. Ze willen alles voor je bepalen, wat je moet doen, waar je mag gaan. Maar ze zal zeggen, in de maak katranga. Je kan eigenlijk niet veel doen, maar je wilt zoveel bepalen. Ja. Maar je kan niets voor die persoon betekenen. Maar je wilt een baas spelen, je wilt, you know. Ja. Dus ze zal altijd zeggen, in de maak katranga. Dus je kan niet veel doen. Ja. Dus je kan niet een leider willen zijn en dat niet kunnen. Niet. Klopt. Ja. Maar als je een leider wilt zijn, moet je ook echt een leider zijn. Ja, ja. Moet je ook echt kunnen leiden. En dan ga ik je de gelegenheid wel geven om te leiden. Ja. En leider wil niet zelf voor me bepalen wat ik moet doen. Een man zou niet voor me kunnen bepalen wat ik moet doen. Hoe ik het moet doen, waar ik mag gaan. Ik zou het niet, al zou ik het willen, al hou ik zoveel van die man. Ja. Maar het kan niet. Het gaat niet kunnen. Het gaat niet werken. Ja. En dat is het ook. Maakt niet uit hoeveel geld je hebt. Ik heb mannen gekend die geld hadden, rijk waren, die bereid waren dingen voor me te doen. Maar het moment dat je baas bent of je denkt dat ik op mijn hoofd kom zitten, gaat het niet werken, want dan loop ik gewoon weg. En dan zijn er mensen die me zeiden van, je bent dommer, als ik het was, zou ik het gewoon zogenaamd even pikken. En ik kan niet. Al wil ik het, ik wil die dingen wel die ermee meekomen, maar ik ga niet zo behandeld worden. Ik ga het niet accepteren. En dat heb ik ook echt sterk. Ik kan het niet accepteren. Okay. Als iemand een bepaalde manier met me omgaat, met disrespect, maar als voetveeg behandeld. Jij bepaalt van wie je het pikt. Je laat het toe eigenlijk van, hey, ja man, jou kan ik af en toe. Precies dat. De sleutel soms, geven om als je me als man zegt bijvoorbeeld van, hey, doe dit niet zo, dan kan ik luisteren. Als ik van je maakt een punt van, hey, doe het liever niet zo of doe het op die manier, het gaat, dan kan ik luisteren. Maar ja, je komt maar zeggen van, nee, je mag dit niet dragen, want het is te sexy. Of nee, dat hoeft het niet voor mij. Ik zeg je eerlijk, dan ben je onzeker. In de relaties waarin ik ben geweest, ik ben iemand die bepaalt. Maar ik heb nooit... Ik heb ook dames die vinden dat zij bepalen. Yeah. En in dat soort relaties zit ik altijd. Oh, dus het is niet dat ik met iemand ga die gewoon het neemt. Yeah. Dus meestal zijn er die dames die, zijn er die, zo dames die voor het eerst te maken krijgen met een man. Die gaat zeggen hoe het eruit ziet. Yeah. En ze nemen het dan ook, omdat ik goede bedoelingen heb ten eerste. Yeah. Ik breng het niet op een fok-op manier. Ja, maar dat is ook belangrijk. Ja. Is ook hoe je het en het krijgt. Is niet uit egoïstische redenen. Klopt, ja. Als dat ik denk is, daadwerkelijk dat dit de beste keuze is voor ons. Soms voor jou. Hoeft niet altijd zo te zijn. Maar dat is wel... Op die manier zou het wel lukken. Ja. Maar niet bijvoorbeeld van... Hey, nee, je moet... Het woordje moet, bij mij gaat het niet werken. Had ik me in het begin goed hersteld toen ik zei, je moet eerlijk beantwoorden, zei ik nee, het zou nee, het zou je sieren. Dat neem ik niet zo serieus. Maar als bijvoorbeeld mijn vriend me zou zeggen van, hey, je moet koken. Ja. Ik zou gewoon naar hem direct zien. Het is duidelijk dat je dat niet doet. En ik heb hem ook altijd gezegd, want soms let hij niet erop. Hij is gewend zo te praten met mensen. Ja. Een beetje grof te praten. Ja. En soms is hij gewoon van, hey, je moet dit doen. Ja. You have to do, you know. En ben ik like, what? Can you? Niet you, je moet. Can you? Kan je? Je gaat niet zo met. En vaak, over zulke dingen krijgen we soms ruzie. Want ik pik het niet. Je mag zeggen wie je wilt, ik mag van je houden hoe ik wil, maar je gaat niet zo met me praten. Je moet weten hoe je moet netjes praten. Kan je dit voor me? Daarom niet. Can you take, can you get that from me, please? Ja. Zeg ik hem, oké, dat kan ik. En soms, als hij het doet, zeg ik hem, no, I can't. Om te kijken hoe hij gaat. Hij zei, ik heb toch netjes gevraagd? Ja. Zij heb gevraagd. En ik heb je antwoord gegeven. Ik hoef het niet te doen, omdat je netjes hebt gevraagd. Weet je, maar je moet weten hoe je met me praat. Dat is belangrijk voor mij. Dus je moet koken is iets wat je niet doet? Ja, is wat ik grappig vind. Dus jij promoot in die filmpjes van dat je niet voor je man kookt. Hij moet noedels eten. Maar zelf eet je om in je filmpjes. Nee, maar man, en kijk hoe je eruit ziet. Ja, ik mijn buiten. Je houdt van eten. Ik hou van lekker eten. Maar man, jij ook. Hij eet goed. Hij eet great, you know. Ja. Hij eet geen noedels. Ja. Ik heb nooit noedels voor hem klaargemaakt. Oké. Zie je? Ik leer je goed kennen. Wij leren je goed kennen. Nooit. Ik ben juist iemand van, oh, je gaat dit eten. Wil je niet zoiets? Wil je niet iets anders? Of moet ik niet dit? Wanneer hij houdt van zijn fruit, ik hou ook van fruit. Zodra hij fruit haalt, gaat snijden, netjes voor hem in bakjes zetten in de koelkast. Mm-hmm. Dat ben ik. Oh, ontbijt, okay. Want hij traint. Dus ontbijt zorg ik voor dat ik zijn eieren morgens breek, zijn shake voor hem maak. Ik weet hoe hij zijn shake wil, hoe hij zijn shake drinkt. Dus dat alles. Dat ben ik. You know, ik ga dat alles doen. Ja. In mijn filmpjes, wie ik. Hij heeft hetzelfde, dat. Maar in het echt is dat niet zo. Ja. Dus eigenlijk is het een personality die je daar hebt neergezet. Klap, gewoon van, oké, mooi. Zie, dan weet je dat. Dan weet je dat voor zijn oordeel, Adame. Ja. En nogmaals, die...
die persoonlijkheid die je daar neerzet. Er zijn mensen die zo zijn en er is ook niks mee. Het is niks mis. Ja, als die persoon dat accepteert, als je partner dat accepteert, wat heb jij, wat heeft iemand anders dan te zeggen? Ja. Als mijn partner zegt van ja, ik vind het niet, want hij zei me laatst ook nog van, hij sprak over een baby. En ik wil niet, we gaan dat niet doen. Nee? Ik zei hem van, nee, nu niet. Nog niet? Of nee, misschien helemaal niet. En misschien, ik denk het niet voor nu. In elk geval, ik denk niet eraan. En hij was like, ja, want als je zwanger bent, toen zei ik hem van, dan moet ik alles stoppen voor nu. En dan is het even weer ophouden. Dat gaat je even achterhouden. Mm-hmm. Een kind is een zegen, maar werk en al gaat even achterblijven. Je kan niet vrij moe voor. Mm-hmm. En de maanden na de bevalling ook, want de eerste maanden met die baby. Je gaat echt met die baby moeten zitten. Ja. En ik legde hem dat alles uit. En hij was like, ja, dan kan je zijn dat als je video's, hoef je niet te doen, ik zorg voor alles. Yeah. En ik was like, nee, als ik wil dat wel, help je. Maar dan nog zou ik mijn dingen proberen te doen, zodat ik toch mijn eigen geld heb. Ja. Want ik zie mezelf aan, want wat ook een probleem zou worden, ik hou niet van Bigitaki. Dat zeg ik, daar komt mijn trots. Want als ik bijvoorbeeld met een man ben, je zegt, help me verzorgen bijvoorbeeld, en ik heb bijvoorbeeld geen geld, niets, niets. Mm-hmm. En ik heb iets leuks gezien, normaal zou ik het voor mezelf kunnen kopen. Ja. En ik heb ook altijd gezegd, wat ik van een man vraag, kan ik voor mezelf doen. Mm-hmm. Toch? Kan ik voor mezelf doen. Ik ga een man niet zeggen, ik wil een iPhone 15 bijvoorbeeld. En dan kan ik het niet voor mezelf kopen. Mm-hmm. Dat heb ik wel. Ik ga niet eisen wat ik mezelf kan geven. Dus wat je van een man wilt, zou je voor jezelf kunnen geven. Kopen? Okay. Ja, toch? En stel dat ik zeg bijvoorbeeld van, hey, ik was in de mall, ik heb een leuke tas gezien. En hij is like, oké. Hij zegt niets meer. En daar ga ik me fuck op voelen, want dan heb ik gewoon iets van, ik moet jeetje, ik ben het niet gewend. Als ik iets wil, ga ik het voor mezelf halen. En dan moet ik op jou zitten wachten, of dat hij me zegt, is niet nodig. Ja. Ik gewoon zo, en ik ben iemand, ik ben lastig. Ja. Ik ga je het gevoel geven dat ik het ergens anders ga zoeken. Al is dat het niet. Mm. Want ik denk van, oh, ben een trauma. Het is niet nodig. Het is oké, is goed, dan zal ik zien hoe ik het krijg. Of hoe ik, het, you know, hoe ik eraan kom. Dus dat heb ik wel. En dat zijn slechte eigenschappen eigenlijk. You know? Ik heb een idee dat jij goed ruzie kan maken. Ja. En ook dingen kan verergeren. Okay. Ja. In plaats van het soms goed te maken, ga ik mis mijn mond. Ik ga eerlijk zeggen, mijn mond is wel een probleem soms. Omdat ik gewoon dingen zeg. En soms als het niet waar, maar gewoon mee te kwetsen, ga ik iets zeggen. Yeah. En dat is ook een minpunt. Ja, I know. Hij gaat niet veranderen. Oké. Hey boy. Je moet kiezen hoor. Je mag kiezen, Ada. Ik vind het niet erg. Ik heb het meest geleerd van de liefde. Door iemand die oprecht van mij heeft gehouden. Hmm. Of ik heb het meest geleerd van de liefde van iemand die me pijn heeft gedaan. Van iemand die me pijn heeft gedaan. Daar heb je het meest geleerd van de liefde? Het heeft me sterker gemaakt. Ik ben ook mezelf beter gaan kennen. Daarom praat je hoe je nu praat, denk je hoe je nu denkt, opereer je hoe je nu opereert. Want als ik nu tegen iemand zeg van, hé, nou ja, ik ga geen man daten die niets voor me kan betekenen. En als sommige mannen ook naar me toe stappen en ik vraag je bijvoorbeeld, wat doe je voor werk? En je kan me zeggen, ik ben bijvoorbeeld, mensen gaan me echt kwalijk nemen, but I don't care. En ik zei van, hoeveel verdien je bijvoorbeeld? Mm-hmm. Of je kan me zeggen, je bent security, je bent wachter, je verdient 7.000 of 8.000. Ga je gewoon naar je kijken, oké, gaat niet werken, laat maar. Bedankt. Mensen gaan je kwalijk nemen. Ja, ik wil dat ze boos gaan worden. Ik ga niet met een man zijn die 7.000 SRD verdient. Oké. Ik heb het toen gedaan. Ik heb geld gestapt in relaties, om met de bedoeling op te bouwen. En ik heb niets, uiteindelijk ben ik met niets geëindigd. Yeah. En daarom doe ik het niet meer. Ik hoef geen rijke man. Oké, luister. Dit is Suriname. Ja. En ik kan al invullen. En ik denk dat je dat ook weet, want jij bent op social media. Mm-hmm. Dat ze hierop gaan reageren. Ja, 100%. Ik ga jou vragen om te argumenteren waarom jij niet gaat met een man die 7000 verdient. Voor de rest zit alle. We gaan het anders doen. Mm-hmm. Ik ga het anders doen. Ja. Want in Gilly's Loveline behandel ik een liefdesquote. Ja. Uit de miljoenen liefdesquotes die er bestaan, pak ik één. Ja. Soms zijn ze corny, soms zijn ze zoetsappig, maar meestal zijn ze waar. Of niet? Mm-hmm. Je kan ook zeggen, ik ben het eens. Ja. Ja, ik ga eentje tevoorschijn halen die hierbij past. Okay. Ze zeggen namelijk, het geheim van een rijk liefdesleven heeft niets te maken met geld. Dat is wel waar. Maar. Maar. Nee. Go. Kijk, op dit moment, zoals ik zei, na alles wat ik heb meegemaakt, geld is niet het belangrijkste. Zoals ik zei, ik heb meegegeld. I can take care of myself. Toch? Maar ik ga niet weer met een man dealen. Als die man echt van me houdt, like, echt daar is, emotioneel, op alle vlakken en misschien financieel niet zo goed zit, zou ik wel met hem kunnen zijn. Toch maar wel? Maar dat zou ook niet, ja, toch wel. Maar niet patsboom. Ik zou je goed moeten kennen en weten van, hé, dit verwacht, dit is het gewoon. Maar niet gewoon, ik ken je pas, nu pas leer ik je kennen. We leren elkaar vandaag kennen.
En ik weet ongeveer zo'n beetje hoe je leven in elkaar zit. Je hebt me verteld. Je woont, maar niet als je met je ouders woont of zo. Weet je, en ik heb gewoon iets. Ik hou van genieten. Ik hou van. Maar eerlijk beantwoorden, heren. Je zit in een relatie. Mm-hmm. Respect is aanwezig. Dat, Loyaliteit en monogamie is aanwezig. Mm-hmm. Aandacht is aanwezig. Mm-hmm. Alleen op financieel gebied hebben jullie wel te maken met struggles. Jij zegt nee. En dat is je recht, hè, vind ik. Nee. Maar eerlijk ik weet hoe deze Sranamans gaat reageren hierop. Nee. Toch wel? Ja, ik zou het wel doen. Maar net zeg je eigenlijk. Ik zou het kunnen doen. Niet gewoon dat ik ervoor zou kiezen als ik andere keuzes had. Oké, dus de eerste ontmoeting en je hoort al van. Maar ik ga niet bewust, kijk, sinds mijn laatste serieuze relatie, toch, de vader van mijn kind, heb ik dat niet meer gedaan. Heb ik zulke mannen niet meer gedate. En ik heb ze ook bewust niet gedate. Ze kwamen op mijn pad, maar ik heb bewust ervoor gekozen om niet daarvoor te gaan. Toch? Maar als ik iemand zou leren kennen, en we kennen elkaar een paar jaar, en ik zie echt van, hey, meent het met me? En ik zie van, ik heb toch pech met die andere mannen of whatever wat. Ja. Hell yeah, zou ik moeite doen om samen met die persoon daarop te bouwen. Misschien moet ik harder werken, geen probleem. Maar ik ga niet bewust daarvoor kiezen. Okay. Misschien on the long run. Weet je, als ik zou zien van, werkelijk, hij meent het echt, hij blijft, hij is er. Mm-hmm. Ik kan op hem rekenen en dat alles zou ik wel voor die persoon kunnen kiezen. Maar niet bewust. Dat zei ik, de afgelopen jaren heb ik echt letterlijk mannen gedate die echt hun shit in orde hebben, like hun zaak op orde hebben. Ja. Ze zijn niet, en ik heb niet alles of zo, maar ik heb gewoon iets van, ik heb mijn vriend nooit geld gevraagd. Ja. Ik heb nooit gezegd van, hey, ik heb 1000 SNI of ik heb dit nodig. Of, nee, mm-hmm. Hij zegt mij, geef me altijd geld wanneer hij komt, wanneer hij gaat. Hij zegt mij, je moet goed zitten. Mm-hmm. Weet je, ik wil dat je goed zit. Yeah. Weet je, en ik heb mijn eigen geld. Mm-hmm. En als we uitgaan, betaal ik gewoon de rekening met mijn geld. Okay. Hij weet dat, ik spang niet. Ik betaal, jij betaalt, het maakt niet uit. Dat ben ik. Als ik het geld heb, betaal ik gewoon. Ik ga niet op jou zitten wachten om te betalen. Ik maak me grappen op social media van hier. Mm-hmm. En soms als ik ergens met hem ben, en stel dat ik bijvoorbeeld geen SRD's heb, ga ik gewoon zo met opzet zo. En mensen, ik zie zelf mensen heel blikken, ze kijken. Mensen die daar bij de kassa staan, kijken echt van. Maar je kijkt erop voor mijn kassa, want je weet dat beeld dat ze van je hebben. Ja, want dat doe ik gewoon zo. En dan geeft hij me zeggen, hij zet gewoon al zijn geld in mijn hand. Precies. En dan kan ik gewoon betalen. Looking. Ja, precies. En Shanika, want laatst was ik met Shanika ergens en die mensen keken. Dat is een vriendin van jou waarmee je vaak filmpjes maakt. Ja. En mensen, en ik achteraf spraken we nog erover. Ze zeiden me van, zag je niet hoe ze keken, echt, ze staarden. En ik was like, ja, en dat wil ik. Mm-hmm. Want ze denken, zogenaamd denken ze, oh, ik zit zeker op zijn hoofd. Maar mijn vriend is ook bazig. Ja. Maar als het daarop aankomt, spannen, hij is echt gewoon like, ook als we uitgaan, hij geeft me gewoon zijn geld. En dan moet ik betalen en die dingen doen. Maar als ik ook geld bij me heb, zeg ik van, nog spannen, betaal ik het soms ook. Maar dat weet men niet. Mensen, misschien als zo iemand het even zien, gaat die persoon dat doorvertellen van, oh, de man, ze doet zo. En de man zet het geld in de hand. En Amang, nee, spang. Hij zegt een bobo. Terwijl mijn vriend is echt alles behalve een bobo. En Luko, ik ga het toch weer uitlichten. Want ik wil gewoon dat er een eerlijk antwoord erop komt. Ja. Dat doe je ook hoor. Ja. Maar omdat ik weet, er zijn meer mannen in Suriname die 7000 SRD verdienen. I know. Dan dat ze er niet zijn. Ja, dat is waar. Dus no one tell me. Dat de man dat eigenlijk gaat geen kans klein krijgen bij een vrouw als jou. Nee, de kans is klein. Dat zei ik. Of dan moet ik je al kennen van toen. Ja. En we moesten toen misschien al vrienden zijn geweest. Of ik moet weten dat je een oprecht mens bent en dat alles dan wel. Ja. Maar dat zeg ik net, ik zeg nooit. Ik zeg je nooit. Het is omdat eerlijk. Ik weet dat ik zacht het is ben. Eerlijk. En ik weet van waar ik kom. En ik ben zacht. You know? Ik ga eerder voor de liefde kiezen dan voor geld. Dat, ik mag stoer doen hoe ik wil, maar ik hou van de liefde. You know? Maar als het ook erop aankomt, ga ik ook kijken van, hey, wat is goed voor mijn gezin en ik? Mm-hmm. Wat is goed voor, want ik ga sowieso niet mijn kinderen in een bepaalde situatie plaatsen. En je hebt ook twee jongens, dus ja. En ik ga ze niet in een situatie plaatsen door een man te doen. Ze hebben nu niet tekort. Ik zorg voor mijn kinderen. Hè. Ja. Ik doe letterlijk alles voor ze. Ze staan ook bij die vader en zo. Natuurlijk zijn ze ook bij die vader. Ja. Maar ik zorg ervoor dat ze goed zitten. Als ze iets nodig hebben, doe ik het. Thuis hebben ze, mensen die bij me thuis komen, ik maak geen grappen met eten. Ja. IJsgas is altijd spang, ze hebben altijd hun kleren op tijd, alles. Daar zorg ik voor. Uh-huh. Mijn vriend heb ik nooit gezegd van, hey, ik heb geld nodig om dit voor mijn kinderen te doen of nee. You know, dus ik zorg ervoor dat ze goed zitten. Dus ik ga geen man nemen die niet kan toevoegen daaraan. Want sowieso, ik zeg altijd, een man hoeft me niet te verzorgen. Ik kan mezelf verzorgen, ik kan voor mezelf zorgen. Maar je ziet jezelf ook niet een man verzorgen? Nee, natuurlijk niet. En dat zeg ik, in het verleden ben ik in relaties geweest waar ik 90% deed van de financiën. Toch op mijn hart.
en toch ook geen waardering. En dat is het juist. Ja. Ik ben met mannen geweest die me die waardering, want je doet dat alles. Ja. En dan nog word je gedisrespecteerd. Ook nog. Dan nog krijg je bigitaki. Had ik gewoon iets van, liever neem ik die bigitaki van een man die... Dus liever word ik gedisrespect door een man die op zijn minst... Ik wil helemaal niet gedisrespecteerd worden. Nee, dat begrijp ik. Maar, bij wijze van praten, toch, ja, dan pik ik het liever van zo'n man die toch iets voor me doet. Mm. Die toch ervoor zorgt dat ik goed zit. Ja. In plaats van een man die helemaal niets doet en me toch die bigitakkie geeft. Ja. Snap je? Dus dat is het punt nu bij mij. Like, ik ga niet bewust zo iemand daten. Ik ga het niet bewust doen. Dus die kills die 7000 euro SRD verdienen. Mijn uitgaven en dat zijn per er veel. Maand. Huh. Wat heb je gezegd? Mijn uitgaven per maand. Die 7000 gaan we uitgaven, die gaat mijn uitgaven, schatten die alleen denken je pedicure, wang en manicure en de kapper alleen. Nee, dat alles niet eens. Mijn haar, ik betaal mijn haar zelf, maar voor die betaalt mijn haar niet eens. Ik betaal mijn haar, dit zijn gewoon press-ons nagels. Ja. Mensen denken dat ik elke week naar de salon ga, dat zijn gewoon press-ons. Want ik ben ook cheap. Ja. Soms, ik hoop van mooie dingen, maar als het goedkoper en veiliger kan, dus liever dat. Weet je, maar denken alleen is misschien 7000 per maand. Ja. Want ik rijd veel. Ja. Weet je, dus ja. En dan wat ga je voor me kunnen betekenen als ik met je ben? Maar dan wat gaat het zijn? Dan ga je vinden dat ik zuiniger moet zijn met mijn geld. Mm-hmm. Dat ik mijn jongens tekort moet doen. Nee, mama kon geen yoghurtjes kopen. Mama kon dit niet kopen, want mama moest dit doen. Ga ik hun eigenlijk, hun gaan er aan de leiden. Je gaat hun benadelen. En ik ga dat niet doen. Nee, oké. Duidelijk. Ik heb mijn best gedaan voor jullie. Ja. Maar vanuit mij, we respecteren de hardwerkende man die probeert. Ja, nee, dat maakt niet sowieso uit hoeveel je verdient. Dat sowieso. Ja, ja. Maar ik zeg niet dat altijd, je dat niet zegt, hoor. Ik waardeer ze. Maar ik geef je wel power ik zeg even. Altijd, maar dit is je recht. Het is ja, je recht en wat ik zeg jij zegt. Altijd, zoek iemand die bij je past. Ja, ja, ja. Want sommige klopt. Mannen, en dat is het ding ook, sommige mannen, ze zien een vrouw, hè. Je ziet die vrouw gaat weekend uit, ze gaat naar bepaalde plaatsen om te chillen. Je hebt ook vrouwen, laat me ook eerlijk zijn, je hebt vrouwen die zoveel verwachten van een man, maar zelf niets kunnen doen voor juist, zichzelf. Die heb je ook. Ja, en ik ben niet zo. Als ik uitga, mensen weten, ik betaal zelf mijn rekening. Ik ga niet met een man uit om te gaan showen, om te filmen. Zo boem, ik ben naar dit gegaan, naar dat gegaan. Ja. En het gaan posten, om die reden ga ik een man daten. Nee, op mezelf kan ik mezelf naar die plek brengen en ook gaan eten op mezelf, als ik dat wil. Mm. Snap je? Dus als ik het van een man verwacht, ik mag het van een man verwachten, want ik kan het voor mezelf doen en ik kan het ook voor die man doen een keertje. Ja. Als ik zeg van, hey, we gaan uit, kan ik gewoon betalen. Mm-hmm. Ik kan dat ook voor een man doen, ik kan zijn auto voor hem tanken, ik kan sommige dingen gewoon doen. Ja. Maar dan heb je mannen, ze zien bijvoorbeeld van, hey, die vrouw de leefstijl. Ja. Sommige mannen ze hebben niet eens een auto. Dat is gewoon een vrouw naar een wang waar Range Rover. Ja, dat is ook niet realistisch. Ik krijg hier Range Rover, dat is ook niet realistisch. Ik krijg hier Range Rover. Ik krijg een kleine botsautootje. Maar goed. En hey, Jari. Ze willen een vrouw met een Range Rover. Mm-hmm. En heb je niet eens een auto. Je hebt niet eens bijvoorbeeld, je woont nog bij je moeder. Ja. En dat kan werken natuurlijk. Dat is als de liefde er echt is. En als de vrouw het ook echt wil. Ah. Weet je, maar sommige mannen hebben te hoge eisen. En dan kunnen ze niet voldoen. Dan gaan ze die vrouw gold digger noemen. Ja. Maar kies wat bij je past. Kies iemand die bij je past. En je kan ook gewoon met een vrouw zijn die meer dan je heeft. Maar dat zeg ik, dan moet de liefde er zijn. Dan moet je... Ergens moet het gecompenseerd precies, worden. Met... Ja. Want ik zou ook geen moeite hebben daarmee. Wees nu op een biggie of zo. Ja, biggie waggie of bij wijze van praten. Ik zou gewoon met een man kunnen zijn die een brommer heeft. Maar het hangt allemaal ervan af hoe die man is. Als ik die man goed genoeg ken, zou ik er geen moeite mee hebben. Weet je, van, hij heeft mijn rug, ik kan hem vertrouwen. Mm-hmm. Weet je, hij is echt like ride or die. Daar heb ik geen probleem mee. Maar gewoon bewust. Ik deed bewust. Sommige mannen deed ik bewust niet. Omdat ik gewoon niet... Maar jij zegt me dus, jij kan gewoon op een date vragen hoeveel verdien je? Niet zo. Dat, maar dat zei je net. Niet, ja, dat is, ik ga, dat is ik echt ga, niet sexy. We gaan, dat vind ik echt ik ga niet sexy. Ik ga niet gewoon zetten zo van. Wij gaan op een dateje ook eens hoeveel verdien je? Nee. Want ik zeg, normaal. Ik ga gewoon zitten en we gaan afkeer, praten. Ja. En dan gaan we, ik zeg van, oh wat doe jij? Je voelt aan en je hoort van, oh nou. Ik ga je vragen wat je doet. En als ik niet weet wat het is, dan ga ik mijn nichtjes bellen achteraf. Hoeveel denk je dat zo iemand verdient? Zo. Maar ik heb nooit rechtuit gevraagd aan een man. Van, hey, zie hoe vrouwen werken. Ja, ja, ja. Body, achteraf gaan vergaderen. En ik heb nichtjes, hè. Ze weten heel veel. Ik zweer, ze weten heel veel. Okay. Dus als ik weet precies welke ik dan moet bellen. Hé, je man is dit toch? Ja. Vraag hem wat zo iemand, 1-2, wat zo iemand verdient. En als ik hoor zo, oké, is goed. Ik gewoon contact hoor, dat ga je niet lossen. Want als je, en dat is het ook weer bij mij. Als je een down-to-earth person bent, cool, like good vibes en dat, ga je gewoon met je blijven chillen. Maar dan kan je ook gewoon eerlijk zijn van, hey, het gaat niet werken tussen ons, want ik verwacht dit en dat in een relatie. Mm-hmm. En dat ga je me niet kunnen geven. Maar ik vind je cool, we kunnen cool blijven, we kunnen vrienden blijven. Ja. Dat ben ik weer. Ik ga niet gewoon iets hebben van, ik wil niet van je weten, want nee, zodra je een goed mens bent, kan ik met je chillen. Dat heb ik wel, maar ik ken mannen die nog bij je ouders wonen, de bus pakken.
En gewoon iets hebben. Bij de ouders wonen wang. Je hebt het vaak genoemd. Is eten die je echt afkeer geeft. De audacity dat je bij je ouders woont. Je hebt geen vervoer. Dan kom je mij zeggen dat we een power couple kunnen zijn. Ik zweer die dingen die ik soms meemaak, denk ik echt van Ik ben blij dat je ons deze insight geeft. Want hoe de brain werkt van de Surinaamse vrouw. Die een beetje verwend is, die weet wat ze verdient. Vroeger was ik niet zo. Je bent zo gemaakt door de man, no? Ja, je bent broke, ik ben broke. Jij bent broke, ik ben broke. Je hebt schulden, ik heb je schulden, je betaalt je schulden, ik zorg voor alles. Dat was het toen. Mm-hmm. Maar ik heb het een paar keer gedaan en achteraf die waardering niet gehad, pas nadat het voorbij was, komen ze van dat, maar dat is het ook te laat, want ik heb veel geduld, maar als het ook genoeg is het genoeg. Oh, ik heb dat ook meegemaakt met vrouwen die achteraf komen met saaien, was zo dit, ik wist niet dat. Maar wanneer je klaar bent, ben je klaar. Ja, dat is waar. Wanneer ben je klaar? Als het te veel, als je weet van dit wil ik echt niet meer. Ik heb geen gevoel meer voor die persoon. Of, ik heb nog gevoelens, maar ik wil dat niet meer met die persoon. Ja. Want je hebt al een bepaald gevoel van dit gaat niet werken of niet voor niet. Het gaat niet werken. Maar als ik, het gaat dan gewoon niet. Mooi, maar daarom ben ik zo. Ik heb niet gewoon iets van als je niet kan toevoegen, dan hoeft het niet voor mij. Nee, oké. Dus ik vind het wel begrijpelijk. Gilly's Loveline in Suriname. Je hoort heerlijke tropische regen op de achtergrond. Maar je bent heel eerlijk geweest over hoe jij naar dingen kijkt. Ja. En daar zijn mannen eigenlijk in het beeld gekomen van dit vinden van een man en zo'n man niet maar zo. Maar zijn er bij vrouwen, zoals ik aangaf. Dat wil ik je vrouwen vragen. Vrouwen die veel hoge verwachtingen hebben en niets te bieden hebben. Maar ik zeg gewoon wat ik van een man, ik heb gewoon verteld wat ik van een man verwacht. Ja. En ik heb niets tegen mannen die 7000 SLD verdienen. Ja. Ik zeg alleen maar, ik heb respect voor ze. Nee, op een eerlijke manier aan. Jij weet wat jij verwacht. Ja, sowieso. Maar ik voor nu. Is dat niet iets voor mij, om eerlijk te zijn. Maar mijn leefstijl ook, mijn kinderen, ik zorg ervoor dat ze niet tekort hebben. Ja. Ik wil dat ze vrij kunnen leven, vrij, blij, happy, you know, niet tekort hebben. En om ze dat te geven, moet ik op mezelf, doe ik het met mijn geld. En dan ga ik niet met een man zijn die geen toevoeging heeft daaraan. Of je gaat in mijn huis komen zitten. Ja. Profiteren. En dat heb ik ook ervaren. Ja. Je komt, je ziet, ik kook, je komt eten, drinken, alles. Maar je doet niets voor me. Je komt niet eens met een brood, pak brood op. En dat zeg ik, daarom doe ik het niet meer. Want het zijn juist die mannen niet allemaal. Want je hebt echt sommige mannen die moeite maken. Maar als zo'n man dat allemaal niet brengt, maar hij is toch daar, dan is er toch iets dat hij heeft gebracht. Dan vraag ik me af, ben je dan wel eens Dick Matthijs geweest? Is dat ze naar Dick Matthijs? Yeah, I know. I've been there. Ik was dom. You've been there? Dom, Because I was Dick Matthijs. That made me stupid. Dus dat heeft me... Ik lette, ik spande niet. Ja. Ik had gewoon iets wat je nou wat, is niet erg. Ja. Maar achteraf zie je van, dat is maar het nu niet. Ben je volwassen het gaat niet werken. Jij kan niet meer Dick Matthijs worden? Nee, helemaal niet. Voor de goede orde, wat je bedoelen we met Dick Matthijs? Je mag hoeveel je wilt en dat zei ik, looks zijn ook niet belangrijk voor mij. Even voor de mensen die niet weten wat dat inhoudt. Dick Matthijs is, moet je zeggen of ik het goed ben, want jij zit aan de andere kant. Maar een man seks je zodanig goed, dat je sommige dingen tolereert en door de ogen en accepteert. En die je niet accepteert. Maar dat was niet eens zo dik. Het was gewoon meer die band die we hadden. Die band, ja. Ja, we hadden. Okay. Is niet een slecht iemand. Ik ga niet jokken, we hebben nog steeds contact. Is iemand die cool is. Maar ik kan ook niet met een man zijn die ik steeds moet zeggen van hey, dit moet je zo doen of zo hoort het. Wanneer je bij een vrouw op bezoek gaat, neem iets mee. Je gaat niet met lege handen. Mm-hmm. Als je dit doet of dat of met zo'n vrouw deed, zorg ervoor dat dit of dat. Of snap je? Dus ik ga je dat alles niet leren. Ik ben niet je moeder. Ik heb 2 zonen die ik dat al moet leren, wanneer ze naarmate ze ouder worden. Dus ik ga dat niet met een man doen. Dat is dat ding bij jou ook, hè? Ja. Je hebt 2 leuke zoontjes, jij. Ja. 2 kanten. Ja. Jij gaat hun dus laten zien van, hey, dit is hoe een man zich zou moeten opstellen tegenover een vrouw. Ja. Maar, en dat is belangrijk, ja. Je zou waarschijnlijk ook zeggen, want daar had ik het over, niet alle vrouwen zijn heilig, blijf weg van dit soort type vrouwen. Ja, dat ook. Of niet? Of laat je gewoon, kom er zelf achter. Ik zie het zo, hè. Als een man, je mag je eisen ook stellen zoals vrouwen hun eisen stellen. Ik wil geen brogaai, ik wil geen dit, ik wil geen dat. Ja. Zo kan je als man ook bepalen, ik wil geen vrouw die niet weet te koken. Oh, ik wil geen vrouw die dit is, of die dat is, of die zo. Ik wil geen vrouw die te veel mannelijke vrienden heeft. Kan Wat vind ook. Je daarvan? Ik heb geen mannelijke vrienden. Is dat Jarusso? Ik heb niet echt. Oh, jij bent toevallig niet zo'n vrouw. Maar je hebt sommige vrouwen die alleen met mannen omgaan, omdat, en dan is het verhaal, ja, vrouwen zijn altijd jaloers. Ja.
Maar jij bent dat niet toevallig? Vrouwen zijn oneerlijk, vaak ook oneerlijk. Huh? Wat zij willen, dus wat zij mogen, mag die man soms niet. Dus dat geef ik toe. Maar ik, toevallig heb ik geen mannelijke vrienden die me steeds entertainen. Ik heb wel mannelijke vrienden, maar niet met wie ik super close ben. Waarmee je dagelijks contact hebt? Of wekelijks zelf? Dat heb ik niet. Dat niet, oké. Af en toe gewoon heel gaat het. Of misschien als ik een fever of iets waarvan ik weet van, hij heeft me kunnen helpen met zoiets van mijn auto of dit of dat. Of hij werkt zo een plaats, ik kan hem vragen. Zo, maar niet like elke dag. Maar niet dat je man je weer belt waarbij je bent weer bij Tyrone. Nee, dat nou, helemaal niet toch, ik ken hem al sinds vroeger. Nee, dat niet. Ik heb respect. Als ik in een relatie ben, heb ik respect daarvoor. Want ik ga het niet leuk vinden als mijn vriend een bestie heeft bij wie hij elke dag over de vloer is. Dus daarom doe ik het ook niet. Wat ik niet leuk vind, probeer ik niet te doen. Mm-hmm. Snap je? Dus dat heb ik wel. Ja. Want ik probeer mezelf altijd in zijn schoenen te plaatsen. Van, hey, als hij dat met een meid zou doen, zou ik het leuk vinden. En zo bekijk ik het ook. En daarom als hij iets van mij ook, als hij ook iets van me vraagt, zei ik hem van, hey, plaat jezelf in mijn schoenen. Mm-hmm. Wat zou jij doen als ik het was? Als ik hetzelfde had gedaan. Ja, op die manier, Maar heb jij dat je naar je zoontjes kijkt en wel eens denkt van, boy, met wie of wat voor vrouw zullen ze eindigen? Of dat heb je nog niet? Ja, soms wel. Maar soms denk ik van, ik hoop dat ik qua vrouw zou als doen, dat je dit zou ja, mijn money. Of vrouw als jou? Een bazige vrouw? Ja, ik ben niet zo baas. Ik bepaal niet voor mijn man of voor mijn vriend wat hij moet doen. Je bepaalt niet voor je vriend? Nee. Oh. Ik bepaal niet waarom wat hij moet doen. Als hij me iets vraagt, ga ik hem sowieso antwoorden. Van, wat moet ik dragen? Ja. Zet hij auto's? Dan is het leuker of dat wel. Maar ik ga hem niet zeggen, je moet mijn geld geven of je moet dit doen met je geld of je moet dat. Hij heeft laatst, dus sommige dingen, ik weet, hij is echt like, als ik misschien mijn mening heb, gaat hij het wel respecteren. Als hij hem niet van, je moet dit doen, hij heeft de auto gekocht en ik zei hem, ik vind die auto niet mooi. Ik zei hem gewoon, ik vind het niet mooi. Ik weet niet waarom je het hebt gekocht. Maar voor hem was het meer voor het weer. En hij is een andere gekocht. Maar in obazig. Is niet baas. Ik heb niet zeggen kopen aan de auto. Je hebt je mening gegeven ik en hij reageert. Ik heb mening gegeven. Als wat jij ermee doet, is je zaak. Is niet mijn auto. Ik heb hem mogen zeggen, is jouw auto. Jij gaat het rijden, niet ik. Dus mijn mening is niet belangrijk. Mooi ik heb werkelijk, gezegd, if you can take Masra of sorry. Als je je vriend kan zeggen. Ja. Ik hou niet van eerlijk, die waggie. Hoor. Ik hou niet van die waggie en Amigo King King. Dan kan jij niet met iemand gaan die 7000 SND verdient. Dat is duidelijk. Ik denk dat ik deze aflevering te zien op YouTube. Is ook te horen op Spotify. En ik denk dat ik hem op Spotify ga noemen, de titel ga geven, Pori. Waarom? Ik ben Pori. Niet zo erg, Pori. Man. Is niks mis zo... mee. Het maakt je geen slecht persoon. Ik ben niet zo erg. Het maakt je geen slecht persoon. Nou, oké. En jij maakte eerder de opmerking daarvan, als ik een man met uitga, dan bel ik mijn vriendinnen om te... Vrouwen praten veel, hè? Dat is waar. Dat is één ding wat veel mannen onderschatten. Vrouwen praten veel met elkaar onderling. Over alles. Ze gaan onderzoek doen. Dan heb ik een nichtje die veel mensen kent. Ook ze nog. Kent echt veel mensen. En Suriname is dus klein. Als ik daar een foto, als ik jou leer kennen bijvoorbeeld. Ah, en ik ken je niet. Ik kende je niet. Mm-hmm. En ik heb je foto, ik heb je profielfoto. Ik stuur het van mijn nichtje. Boy, ken je hem? Ja. Oh, tante. Het is die ene ex van zo iemand toch? In de Sabi. Heb je gehoord? Mij gaat mijn nichtje. Ze gaat alle informatie geven die je nodig hebt. In de meeste gevallen, 9 van de 10 keren, kent ze die. Ze kent die persoon niet persoonlijk. Mm-hmm. Maar omdat ze veel mensen kent, daar weet ze heel veel. Dus zodra je iets wil weten over iemand, hoe zit het met zo iemand? Tante, aan mij dat. Ze gaat lachen, ze weet dat ik het over haar heb. Aan mij dat. Heb je dingen zo aan man toch? Aan mij kwam baby. Dat Amang Libeng, want het was een poes. Dat dit of dat, gaat ze me heel veel tories geven voor die persoon, dus zo. En je maakt ook gebruik ervan? Natuurlijk, want ik ken niet echt mensen. Eerlijk gezegd, ik ben niet... Nee, ik zweer. Ik ben echt like... Ben je introvert? Ja, eigenlijk wel, maar mensen geloven dat niet. Nee, omdat je online zo bezig Precies bent. Precies dat, maar dat is online. Maar juist daarom, omdat je zo niet. Je eigen ding maar doet? Ik ben liever... Ik hou van om alleen te zijn en daarom woon ik ook niet samen met mijn vriend. Ik hou natuurlijk van die aandacht ook af en toe, koddelen en you know dat alles. Maar wanneer het erop aankomt, wil ik soms gewoon mijn tijd, mijn privacy. Mm-hmm. Ik moet gewoon alleen zijn of soms alleen met mijn kinderen of gewoon alleen in mijn huis. Ja. Gewoon vrij kunnen rondlopen, eten wat ik lust en you know, gewoon mezelf zijn. Ja. Dus met hem ben ik ook mezelf, maar ik sta vroeg op. Ja. En dat ook weer. Ik zeg altijd, ik sta 1 uur op, 12 uur middags. Ik sta echt, Shanika weet. Ik sta 5 uur morgens op, soms 4 uur. Ja. En dan slaap ik niet meer. Ja. En dan ga ik misschien scrollen of ga ik me klaarmaken of whatever. Maar ik sta echt vroeg op. Mm-hmm. En mijn vriend slaapt meestal uit. Ja. Dus als ik vroeg wakker ben, wil ik niet opstaan om hem te storen. Dus dan blijf ik gewoon liggen om mezelf te forceren om weer te slapen. Uh-huh. Dus dat als ik bij mijn huis ben, sorry. Ja. Als ik thuis ben in mijn eentje, kan ik doen wat ik wil. Al ben ik 4 uur wakker, kan ik gewoon op alle volume, op alle geluid, mijn video's kijken. Dus gewoon video's kijken, filmpjes,
muziek luisteren zonder hem te storen. Mm. Dus dat, daarvan hou ik. Ja. Ik ben toevallig ook zo. Mm-hmm. Het liefst ben ik alleen, maar... Soms heb je wel die wanneer ik verliefd ben, echt verliefd... Dan niet. Dan wijk ik daarvan af. Ja. Als ik echt gek op je ben, dan wil ik wel de hele tijd met je zijn. Constant. Ja, dat wel. Ik ook, Maar ik ben ook weer iemand nu, dat ik dan ook besef van, hij heeft ook zijn eigen leven. Ja. Ik heb mijn eigen leven. Ik moet je tijd geven. Dus dat heb ik ook wel. Vroeger niet. Mm-hmm. Vroeger zou ik gewoon, je hebt je tijd voor me. Zo hou je van me, dat. Maar nu heb ik gewoon iets, ook als het op vreemd gaan en zo aankomt. Mensen zeggen me vaak van, wat ga je doen als hij vreemd gaat? Niets. Wat moet ik doen? Okay. Hij woont daar, ik woon hier. Ja. Hij woont niet, hij gaat wel hier komen wonen binnenkort. Okay. Maar ik zie niet wat je doet. Ja. Dus als je vreemd gaat, ga je vreemd. Ik zeg niet dat alle mannen vreemd gaan, want geloof me, ik weet dat niet alle mannen vreemd gaan. Maar voor mij vreemd gaan, ik zie het als, vroeger zou ik het echt als een geweldig zijn. Als een man voor me vreemd gaat, maak ik het direct uit. Natuurlijk ga ik het niet accepteren. Maar als het is gebeurd, wat ik niet weet, wat is jouw level van vreemd gaan? Is dat seks hebben? Seks is dat hebben. Zoenen? Of seks is dat hebben. Alleen al iemand anders entertainen? Iemand entertainen is al vreemd gaan. Toch? Maar je zou het echt, iemand entertainen eens. Dat je, weet je. Eens. Dus dat zeg ik, wat ik niet weet, boeit me niet. Zodra ik een leuk, daarom heb ik gezegd, ik moet niets te verliezen hebben. Zodra ik een leuke tijd heb, je brengt me tot rust. Yeah. Ik heb altijd een leuke tijd met je, ik heb het altijd naar mijn zin. Dat if ik go vreemd of zo, en ik ben klaar ermee, ga ik gewoon verder met mijn leven. Niets gaat veranderen. Ik ga het jammer vinden en ik ga je missen misschien sommige dingen die je misschien wat ik gewend van je was. Yeah. Maar that's it. Okay. You know, maar je stopt het wel? Het hangt ervan af, hangt van de situatie af. Hoe het is gebeurd en... Ja. Want sowieso ga je wel je straf krijgen ook. Ga niet gewoon, is goed, is oké. Nee, niet op die manier. Maar is jouw straf in, dan moet je dat ook toe? Dat heb ik niet. Ik ga mezelf doen als ik dat doe. Ik ga niet omdat jij vreemd bent, ga ik ook vreemd. Dan ga je misschien wel het gevoel geven dat ik... Maar dan ga ik het zogenaamd zetten, we gaan met mijn nichtjes uit. Ja. Zo ga ik in die contacten terwijl ik uit ben met mijn nichtjes. Maar ik ga wel video's en foto's de hele tijd maken. En wat vind je ervan van een vrouw die dat doet? Die als payback... ook seks gaat hebben met de ander. Ik vind het dom. Is dom, ik toch? Jezelf. Ik vind dat je jezelf doet. Ik heb vaker exen bedreigd van, maar ik heb ook nooit ervaren dat de ex vreemd is gegaan. Om eerlijk te zijn, ik heb het nooit... Of inosabi? Ja, inosabi. En geloof me, als ik met een man ben, toen vooral, als je vreemd gaat, is het letterlijk een one-night stand. Want we waren echt altijd samen. Ja. Je telefoon open. Dus daarom zeg ik, als je ook geheimzinnig doet, daar heb ik... Dan ga ik even denken van, je bent zeker met andere dingen bezig. Maar ik heb het nooit ervaren. Weet je, het kan dat ze misschien iemand zouden chatten, maar niet echt pleerten of dat alles. Mm-hmm. Dat nooit. Ik heb het nooit ervaren. Maar dat met Gwyn telefoon. Yeah. Mijn ex heb het nooit aan het hart. Die andere had die schorpioen. Ander bij opkoden. Van, nee, Gwyn een telefoon, te feest Ruby. Met Gwyn een telefoon, met oppo bericht, met oppo alles aan. Vrienden, matie, neef, broer, alles. Yeah. En dat heeft me gebracht. Ik kan een link sturen, zo van Facebook. Yeah. Dan zie je die berichten weer, toch? Yeah. Ja, maar soms had ik het opengemaakt aan de bestap niet eens. Hij denkt misschien, ik had het opengemaakt. Maar ik ben niet nonchalant, hè. Yeah. Maakt niet uit hoe lief je bent. Je bent de hele dag thuis met me. Je laat je telefoon, stop niet deze telefoon thuis. Ja. Weet je, dus dat had ik wel. Ik heb nooit ervaren dat een man vreemd is gegaan. Okay. En dat zei ik, ik weet niet of ze zouden durven. Ja. Deze misschien, maar deze voor mij is het gewoon, ik mag hem, dat alles, het gaat goed. Maar ik verwacht altijd het ergste. Omdat ik niet wil dat ik om in haalt val en het gaat mis en daar fuck ik mezelf op. Mm-hmm. En dan ben ik misschien slecht gezelschap, geen goede energie naar mijn kinderen toe. Juist. En dat alles wil ik niet. Want je hebt depressie meegemaakt. Precies dat. Dus en ik wil extra niet op je dat ontbreken op mijn controle, mijn emoties in de hand hebben. Ik wil mezelf kunnen beheersen. Ik wil mezelf, ik wil mezelf blijven. Ik wil gewoon weten dat ik goed zit. Dat ik niet dat geen invloed heeft op mijn gedrag en op dat alles. Dat al fuck je op ernstig. Het gaat me wel wat doen. Dat blijf ik zeggen van emotie. Maar je wil niet dat maar je kapot maakt. Ik ga niet raar tegen mijn kinderen doen. Het heeft geen invloed op mijn kinderen. Omdat ik een broken heart heb, dan ga ik het afreageren op mijn kinderen. Dus dat soort dingen wil ik niet. Dus daarom zei ik van, maakt niet uit hoeveel ik van iemand hou. Ja. Het moet me niet op kunnen fokken als het voorbij is. Ja. Want ik verwacht gewoon van, er kan alles gebeuren. Vandaag kan je zo met iemand zijn. Mm-hmm. En morgen zijn die twee vreemden. Ik zie het bij mensen die jarenlang met elkaar zijn geweest. En van wie het nooit had verwacht, ze gaan uit elkaar. Dus dat denk je echt van. Dus daarom verwacht is ik altijd een thin line between love and hate. Daarom alles kan liefde zijn, ik kan zo switchen naar haar. Klopt, juist omdat jullie van zo dicht bij zijn. En die mensen die zo close waren, ze hadden zo'n goede band. Ze communiceerden altijd zo goed, ze waren het eens. En ze haten elkaar nu. Ja. Dus daarom zei ik gewoon van, ik kan van iemand houden, maar ik heb altijd in mijn hoofd van, wat als? Die wat als is altijd hier. Dat wel. Zodat het me niet echt opvakt dat ik depressief ben of word of dat ik mezelf echt verwaarloos of nee, ik wil niet. Juist. Integendeel ga ik juist
proberen uit te gaan, proberen te genieten, leukere dingen proberen te doen of iets plannen wat ik altijd wilde doen, om het achter me te zetten. Maar hier ga ik nog eraan denken en ga ik die persoon missen, maar het moet geen invloed hebben op de rest, mijn werk en alles wat ik doe. Zodanig dat je niet meer Anna bent. Want ik zie mensen toch, ze zijn om in love, die man stelt ze teleur, ze verliezen hun baan, ze verliezen zichzelf, ze zijn niet meer zichzelf, ze verwaarlozen zichzelf. Ik wil dat niet, ik wil niet zo zijn. Wat ik vandaag heb geleerd is dat je bent niet per se die vrouw die je presenteert in je filmpjes. Nee, helemaal niet. Pori, daar kunnen we niet omheen. Daar kun jij niet omheen, eigenlijk ik niet omheen. Eigenlijk kan ik mijn mama even bellen en er is niet. Want ik heb ze gevraagd, waarom heb je niet gebeld? Hier live, je wil hier live ruzie maken, die bolobbing. Die doet dat, die doet. Ik wil niet verantwoordelijk zijn. Ik heb ze niet gebeld. Het is, je bent toch in een interview? Ja. Ik heb ze gevraagd, en dan? Je moet me bellen, je moet checken. Nou, leuk man. En als je Anna niet kent, waar kunnen we je zien? Laat me het zo zeggen. Waar kunnen we je vinden, overal? Ik ben op TikTok. Onder de naam... Talgel. Hé, hey, Namang. Talgel in en yep, hij is het en je hebt opgehangen. Nee, je hebt... Nee, mijn telefoon is op silent. Hey. Talgel in en 90 op TikTok. Op Facebook gewoon Talgel, maar ik schrijf Talgel met die U. U. Maar girl. Op TikTok die I bezetten we. Is iemand anders. Dus heb ik het met die U gedaan. Talgel met de U? Ja. Op Facebook en op Instagram ben ik eerlijk gezegd niet actief. Okay. Ik heb wel een account, maar ik volg gewoon... No, dat we horen dat pin. Daar is ook Talgirl 91. Maar met, ja, 91. Ik post niet daar. Leuke filmpje. Zodra je hoort, hi guys. Dan weet nee, ik van, zo, niet zo kalm. Ik ben altijd irritant. Hi guys. Dus eigenlijk ook sarcastisch. Ja, met eigenlijk ook sarcastisch. Mensen worden boos erover. Check die filmpjes. Dan ga je precies zien wat ik bedoel. Het contrast tussen hoe ze is. Echt wat ze hier heeft laten zien en wat ze daar laat zien. Ik ben een lieve vrouw hoor. Jullie mogen... Dus mensen zeggen soms, ik ga mijn man ook noodles geven. Ik ga ook dit met mijn man. Ik dacht van, doe jullie. Jullie gaan je man je geeft dus maar een los slechte terwijl advies. Terwijl Nederland zo'n biggie yang, zo'n biggie burgers, zo'n biggie steak, zo'n biggie fruitbowl en alles eet. Morgen zo uitgebreid ontbijt heeft. Dan geef ik hem zogenaamd die bovenste laag. Dus dat sneetje van dat pakje brood. En dan denken mensen dat ik pindakaas en zo voor. Oh, abille van Brede. Ja. Mensen denken dat ik hem dat geef. Maar man eet goed hoor, mensen. Dan als jullie zien dat hij er goed uitziet. Ik ga dat checken en like alles en deel alles. En luister, Gilly's Loveline is ook op social media. En om deze lobby movement, je ziet het, we houden echte gesprekken hier. Gewoon real. Met echte meningen en gedachtes. Alleen om de liefde beter te kunnen doorgronden. Dus power the movement door te sharen, te abonneren. Gilly's Loveline op YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Go looku, go support. Ik heb van je genoten. Ik ben blij dat ik kennis met je heb gemaakt. Ik ben ook blij dat het goed is gegaan. We hebben hier de liefde neergezet, want ik zeg ook altijd, if it ain't about love, it ain't about nothing. Dus ik zie je dan ook graag bij de volgende date. Yeah.